In dit instructiefilmpje laat ik zien hoe je ramen kunt lappen. De benodigdheden voor deze vaardigheid zijn een emmer, die heb ik al gevuld met lauwwarm water, een spons, een raamtrekker, een werkdoekje, het liefst een witte, maar die heb ik op dit moment niet, dus ik gebruik een blauwe. Als je een witte gebruikt, kun je ook goed het vel zien wat je afneemt. Daarnaast schoonmaakazijn, een huishoudtrapje, zodat je ook de hogere ramen kunt lappen zonder dat je daarvoor een verkeerde houding moet aannemen. Dus met een trapje zorg je ervoor dat je goed ergonomisch kan werken. Daarnaast, als je een vensterbank hebt, kun je hiervoor een stoffer gebruiken om allereerst het stof van de vensterbank af te halen. Zorg er ook voor dat je alle spullen uit de vensterbank haalt, zodat je er ook goed bij kan. We starten allereerst met een klein scheutje schoonmaakazijn bij het water te doen. Daarna doe je het werkdoekje in de emmer. Knijp goed uit, zodat hij niet lekt. En hiermee maak je de randen van het kozijn schoon. Het is daarbij niet erg dat je al tegen het raam aankomt, want die ga je natuurlijk zo nog schoonmaken. Ja. Daarna start je met de spons. Die doe je ook in het water. Knijpt hem uit. En je werkt van boven naar onder. Je zorgt dat het raam nat wordt, dat je goed de viezigheid weghaalt van het raam. Zorg dat je ook goed recht voor het raam staat, zodat je een goede houding kan aannemen. Daarna pak je de trekker. Hierbij ga je ook van boven naar beneden. En met de zeem maak je ook de hoekjes en de randjes goed schoon. Maak je nou het raam van binnen en buiten schoon, dan werk je binnen van boven naar beneden en buiten van links naar rechts. Zo kun je goed zien of er strepen zijn. En kun je ook zien waar je eventueel nog een keertje langs moet. Als je helemaal klaar bent, ruim je alle spulletjes weer op. En